En wat heb ik het warm. Kijk, ik ben helemaal rood. Oh, ik lijk Raoul wel. Holy shit. Mensen, vandaag heb ik een leuke video voor jullie. En ik moet je wat vertellen. Ja. Ik heb een paar potjes gedaan met Ronaldinho. En kijk, ondanks, die man is gewoon legend. Is gewoon legend. Maar op FIFA is hij zo tering slecht. Het punt is, hij is echt pittig snel. En hij voelt echt fucking snel. En ook met dribbelen is hij echt snel. Ja, het enige probleem is, en ja, het is niet een heel groot probleem, maar pace maakt geen reet meer uit dit spel. Dus je hebt letterlijk niks aan Ronaldinho. Dus we hebben onze vriendelijke vriend verkocht. De groeten. Maar daarvoor hebben we natuurlijk een goede en betere speler voor teruggehaald. Dus ik heb Griezmann terug vies in team. En ja, niet in vorm, want dat kan ik niet betalen. En we hebben deze man, George Best. Het is ziek nice. Het is nog een clean George Best. Iemand heeft deze net gepakt. Hij is al best wel oude speler. Ja, best wel oud, zoals je kan zien. Ja, ik wilde hem dus een kaartje geven van rechtsbuiten naar rechtsmidden. En werkt het nu wel? Maar... ja, EA denkt gewoon, dat doen we gewoon niet. Want dit spel is absoluut kut. En ondanks dat we het allemaal blijven spelen, omdat het toch ook alweer een klein beetje leuk is, zijn dit van die dingen dat ik denk van, hoe kan dit nog steeds in een spel zitten? Laat trouwens ook een duimpje omhoog achter. 5000 likes zijn wel top zijn. Dus doe een duimpje op. Wil je niet geabonneerd? Dat kan je zeker. Doe beneden. Abonneer op mijn kanaal. Blijf je op de hoogte van heerlijke video's. Zou ik wel een communitiekaartje kunnen toevoegen? Oh, moet ik eerst eentje kopen? Ah, dat kan ook niet. Nee, maar maakt ook ze niet uit. Zeg maar. Het is maar een spel wat miljard per jaar oplevert. Op zich maakt het niet zoveel uit als je dat niet kan. Dat is. Ja, het is logisch. Nou, gaan we gewoon een potje? Kan dat wel? Ja, dat kan natuurlijk wel. Lekker, prima. Gaan we een potje doen. Helemaal prima. Gaan er nou serieus mensen lieven omdat ze uitspelen in de visie? Maar oh, ik word hier echt diep en diep teleurgesteld van. Hij heeft wel een aardig teampie. David Luiz, is hij nog te doen? Volgens mij is hij best goed namelijk. Let's do this. Ik hoop echt dat George best goed is. Want ja, ik had natuurlijk info van Mbappé mensen. Dat weten jullie allemaal. Ja, die kon er eigenlijk gewoon getypes van. Ben gewoon eerlijk in. Best. Oh. Ronaldo. Oh, wat goed. Oh, kut. Oh, Neymar. Oh, wat kut. Trouwens, mensen, ik wil even wat zeggen tegen jullie. Dit is wel belangrijk. Ja, zoals jullie weten, met de bank zit er via wat controversie gekomen omtrent ons. En ja, wat ik daarover wil zeggen, ja, niet veel behalve. Stem op ons feed. Er staat vast een linkje in de beschrijving. Beste nieuwkomer bankzitters, echt. Zeker na al dat gezeur wat wij te horen hebben gekregen, wat ons echt letterlijk geen ene ster boeit. Eigenlijk alleen maar lachen vinden, want ondertussen kijken alleen maar meer mensen de bankzitter video. Stem op ons op feed, want ja, ik wil wel gewoon winnen. En ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ik wil gewoon winnen. Dus stem op ons op feed. Beste nieuwkomer, bankzitter. Kijk, als je niet op stemt, ja, dan mag ik gewoon wat minder. En als je er wel op stemt, ja, dan wil ik op zich gewoon met je trouwen. Dus ja, wil je deze lekkere jongen aan de haak slaan? Stem op ons op Viet. Dank u. Ah, ik voel me net een tomaat. Rustig. Oh mijn god. Oh, wat een ongelofelijk pleuris goal. Oh, lekker knokkeren en al. Bam, bam. Ik wilde eigenlijk die sorry celebration doen, weet je wel. Want dit was echt een kut goal. Dit was persoonlijk, vond ik dus echt een kut doelpunt. Mensen, ik zweer het je. Kijk, er worden wel dingen gezegd van, ja, Ronaldo is niet zo goed als voorgaande jaren. En dat is misschien ook wel zo. Maar dat is niemand. Ronaldo, die best, die kan ook echt geen tyfus van, hè. Als je zo bij feest, als je niet veel. Oh, Griezmann, lekker zeg. Scheid, je moeder. Tyfus! Oh, en dan speel ik dit spel en denk van, ja. Mensen, kun je niet gewoon zeggen van, dat we allemaal even gewoon tot de volgende FIFA even allemaal Apex gaan spelen. En dat jullie dat even allemaal leuk vinden. Ik was een Apex video geüpload en qua views deed het best goed. Maar er waren toch best wel mensen die zeiden van ja, ik krijg lekker tips met Pauper Apex. Wat ik ook snap. Maar wat wel zou kunnen is dat ik gewoon vaker ga uploaden. Dus zeg maar, ik upload nu. Hou je back. Hou je fucking back. Dit spel is zo slecht. Kijk, op Apex krijg je nooit een rode kaart. Ik zeg het maar. Wat een onzin, jongen. Dit is zo slecht. Daar krijg je nooit geel voor. Maar omdat je geel hebt, krijg je rood. Het is echt. Ik zei dat ik van deze gast ging verliezen. Ik wist het gewoon. Ronaldo, oh, krijg nou even wat aan je lip. Kijk, herpes heb je waarschijnlijk al, hè, Ronaldo? Misschien kwam het door het wijf die in de... Oh, sorry. Nee. Ja, lekker. Ah, tief even op, dit is dan niet normaal, man. Dit is letterlijk zijn tweede schot in de wedstrijd. Besef ook even dat ik die rode kaart heb gepakt. Oh, mijn god, Ronaldo. Tief is ver naast. Kijk hoe die daar... Oh mijn fucking god, ik krijg echt ongelofelijke herpes. Het is echt niet normaal, de kleuren herpes die ik krijg. Mensen, ongekend. Het is niet normaal meer. Oh mijn god, het is echt niet normaal. Besef even, ik sta 4-1 achter. En zo'n gast kan er helemaal niks van. Helemaal niks. Ja,
Nee, ik zal... Ja! Oh, jammer zeg. Ga nog een pot doen, want die, ja, hier kan ik natuurlijk niet aan aflezen of hij goed was of niet. Nou, hij heeft zeker nog 4 schoten gehad in de tweede helft. Ah ja, die Pauper Petit heeft natuurlijk een rode kaart nu. Dat is echt nice. Vast wel een lane icon die er geen reet van kan. Eens even kijken. Ja, inderdaad. Balak, mooi. Oh, ja, ik mag Neymar ook niet gebruiken, want ja, ik kan hem geen contract geven. Dus ja, ja wel jammer. Kom op. Nope. Ah, nee, toch niet. Ik ga nu maar even uit op mijn team, om te kijken of het weer werkt. Oké, mensen. De vraag is, kunnen we eindelijk een contract toevoegen aan Neymar, zodat we nog een potje kunnen spelen? Kom op, alsjeblieft. Spannender dan een pack opening. Oh mijn god. Oh mijn god. Yes, what the fuck. Holy shit, het lukt gewoon. Oh mijn god, we kunnen gewoon een contract toevoegen. Het is niet normaal. Gast, ik ben zo lucky dat ik gewoon een contract toe kan voegen. Oh mijn god. En kan ik ook dan een eindelijke position zeggen? Best. What the fuck? Holy shit, mensen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Let's do this, ladies and gentlemen. Oh mijn god, zag je dat hakje wat hij wilde doen? Oh. 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 Balak. Doe het, jongen. Oh, helemaal geen slecht schot. Michael. Ik weet het gewoon niet meer. Voor mij is Michael. Kan ook zijn dat ik helemaal fout zit, hoor. Hier. Boom! 1-0, tuurlijk! Geen enkel probleem, Best. Hij is zo goed, jongen. Het is echt niet normaal. Dit was Ronaldo, maakt niet uit. Best gaf ook niet de paas, maar ook niet... Ronaldo. En hij scoort gewoon de 2-0. Het is ongekend. Het is de man. De myth. De legend. Messi is beter. Oké, is goed. Als je dat vindt, dat is prima. Yo. Yo, kom in een pot wat? Apex. Ja, ik ben even het fantastische spel FIFA aan het spelen, maar hierna... Dan gooi ik deze game uit het raam en dan kom ik kapot. Lekker. Oké. Okay. Yes, ik spreek je zo. Later. Doei! Mensen, ik heb een Apex date. Yes! Hoe ik dit pleurenspel niet meer aan te raken. Krijt, fluit af! De wedstrijd is voorbij! Ik wil niet meer! Nee, jongen. Midden. Nou, leuk, goed. Leuk spel. Ja, best. Goeie voorzet. Mooi doelpunt. Denk gewoon eerlijk in. Lekker Rashford. Goed gedaan, jongen. Ja, ik had dus die 84 keer uit zo'n reward gekregen. Wat je waarschijnlijk wel duidelijk was. En nu is hij geüpgraded. Yes. Mensen. Yes. Ik heb gewoon een keer een pot in de video gewonnen. Yes. Wat een wereldpot. Rashford is man of the match. Heeft 2 minuten gespeeld. Hoe kan hij in godsnaam man of the match zijn? Oké, mensen. Ik ga mijn best verkopen, denk ik. Want ja, hij is gewoon niet goed genoeg. En ik ga even sparen. En dan de volgende keer, als jullie kijken, heb ik Eusebio. Zullen jullie misschien afvragen, Koemer, is de Weekend League 4 tegen Matty? Die komt eraan, maar we gaan deze tegelijk uploaden. Dus voor mij komt waarschijnlijk ook over een maand. Humor. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van zien, dan kan ik klik hier. Of hier, wil je op mij abonneren, dan kan ik ook klik hier beneden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. En tot ziens. En de groeten.